Energiebedrijf Delta heeft in 2010 een historisch verlies geleden van 178 miljoen euro. Daarom hebben de topmannen van het bedrijf besloten om af te zien van hun 50.000 euro bonus. En het kan niet zo zijn als je een zwaar negatief resultaat laat zien, dat je dan zegt dat heeft dan geen invloed op het variabele deel van onze beloning. En we hebben dus unaniem besloten dat we daarvan zullen afzien. Delta, voor het grootste deel in bezit van de provincie Zeeland, presenteerde woensdag haar jaarcijfers. Het verlies komt door het afschrijven van de Limburgse dochteronderneming Solland Solar. Dat bedrijf maakt zonnecellen, maar wordt weggeconcurreerd door de producenten in het Verre Oosten. Delta verwacht volgend jaar weer winst te maken.